Je moet eraan denken, ik ben nu 94, hè? En een heleboel lui, die zijn al helemaal afstands. Maar ik word het langzamerhand wel. Ja. Begrijp je? Dus ik spreek niet zo gemakkelijk meer als 5 jaar geleden. Begrijp je? En zulke dingen, dat is gewoon dat je aftakelt. Ja. Dus jullie zijn eigenlijk, laat ik maar zeggen, 2 jaar te laat. Hoe maak je een televisiedocumentaire over iemand wiens leven indrukwekkend, omvangrijk, veelzijdig en vooral ook lang is geweest? Een moeilijke opgave als het gaat om Frits Philips, de grote man achter het succes van een klein gloeilampenfabriekje in Eindhoven dat uitgroeide tot een elektronica-concern met wereldwijde bekendheid. Zeker, zijn vader Anton legde hiervoor de grondslag. Maar onder Frits' leiding groeide de NV Philips als nooit tevoren. Nog steeds is Eindhoven Philips en, hoewel het hoofdkantoor inmiddels in Amsterdam is gehuisvest, Philips nog steeds Eindhoven. Dus moet het gaan over de 45 jaar dat Frits Philips bij het concern betrokken is geweest. En over de oorlog. En dan ook over het geloof dat voor hem als leidraad diende voor alle beslissingen die hij als president-directeur nam. Frits Philips, 94 jaar. Eindhovenaar in hart en nieren en op de drempel van een nieuw millennium ook nog ondernemer van de eeuw. Al meer dan 70 jaar woont Frits Philips op dit enorme landgoed aan de rand van Eindhoven. Samen met zijn vrouw liet hij het huis in 1920 ontwerpen door de bekende architect Frans Stam. Voor hem werd de Wiedewaal zijn laatste opdracht. Stam overleed korte tijd na de oplevering in 1934. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben een afspraak met de heer Philips. Oh, meneer Philips, wacht u. Ja. Ah, kijk eens. Ah, dat zijn de mannen. Goedemorgen, meneer Philips. Hoe is het met u? Nog goed, dankjewel. Ja? Dankjewel. En jullie zijn druk bezig om iets van te maken, hè? Ja. Zeg, een huis met een historie, hè? Ja, natuurlijk. Ja, 1934 gebouwd. Onder de oorlog waren de Duitsers hier. Hebben de Engelsen er een beetje aan gebombardeerd. Dan zijn we er 46 weer ingekomen. Frederik Jacques Philips werd op 16 april 1905 geboren in Eindhoven. Hij was de enige zoon uit het huwelijk van Anton Philips en Annetje de Jong. Op het eerste gezicht een onbezorgde toekomst voor de kleine Frits, die in Eindhoven de befaamde nutschool doorliep, later gevolgd door de HBS. Het enige, de anekdote die ik heb, is dat ik in de vierde klas ben blijven zitten. En dat was natuurlijk toch wel erg goed, want ik had kennelijk toch niet zo erg mijn best gedaan. En het gevolg daarvan was dat je dan toch leerde goed aan te pakken. Het gevolg daarvan was dat ik in de vijfde klas het erg goed heb gedaan en ik met hele mooie cijfers eigenlijk mijn eindexamen heb gehaald. Nou is misschien nog bij te vermelden dat ik 3 negens had op mijn eindexamen en dat was voor handtekenen, lijntekenen en aardrijkskunde. Frits groeide op in een tijd dat zijn vader de wind er bij de gloeilampenfabriek goed onder kreeg. De familie stond in Eindhoven in goed aanzien. En toen Frits op school moest doubleren, vreesde hij ook het ergste. Maar vader Anton, die zelf ook de school niet had afgemaakt, bleef rustig. Verwend vond Frits zichzelf toen niet. Ja, dat is ook de vraag, wat noem je verwend? Ik bedoel, mijn ouders die stonden er erg op. Toch dat je huiswerk deed en dat je je plichten deed. En wanneer er getennist werd, dat je dan ook goed je best deed. Dus ik kan niet zeggen dat wij nou speciaal werden verwend. Ja, misschien dat je eens een keer met je ouders eens een reisje ging maken. Wat bij de andere leerlingen misschien niet het geval was. Maar dat ik echt als een verwend aapje werd opgevoed? Nee, absoluut niet. In een tijd dat slechts weinig industriëlen hun kinderen laten studeren, voegt de jonge Frits zich in Delft bij het kleine gezelschap Studerende Brabanders.
Het wordt uiteindelijk werktuigbouwkunde. Op een van de SOOS-avonden ontmoet hij Sylvia van Lennep. En het is liefde op het eerste gezicht. Ja, ik heb er natuurlijk, toen ik er wel erg lief vond, heb ik natuurlijk gevraagd, wat vind je om samen later door het leven te gaan? Nou, daar ging ze helemaal niet op in. Oh. Maar toen later, nadat we een studentenfeest gehad hadden, dat ze zei, nou, als je me nou deze vraag nog een keer had gevraagd, dan had ik waarschijnlijk ja gezegd. En ik was al, het was een beetje laat in de nacht, laat ik maar zeggen. Dat ging helemaal aan mij voorbij. Tot de volgende ochtend dat ik wakker werd en ineens herinnerde wat ze gezegd had. Nou, toen sprong ik op, begrijp je, heb er direct opgebeld. Ik zeg, dat en dat heb je gezegd, maar natuurlijk, begrijp je. Dus dat was een hele, voor mij in elk geval, een ontzettende leuke ontwikkeling. Dat is een leuk ding, hè, vind je niet? Ja, prachtig. Ik zie u nu ook in het orkan draaien. Ja. Ah. Maar hij kan niet zo. Want anders zou je hem al gauw afdonderen. Ja, ja. En waarom een ei? Waarom niet? Hij heeft een hoge appelwaarde, hè, het ei. Ik weet het niet. Lekker. Aait u hem wel eens? Ja, zeker. Maar weet je, het is ook ontzettend leuk, want je ziet alles erin. Hè? Ja. Maar het is zo jammer dat hij nou niet schoon is. Want dan is het veel en veel helderder. Zie je wel dat hij... Maar je moet hem nat eigenlijk. Weet je wat? Ik zal zorgen dat hij de volgende keer een keer nat wordt schoongemaakt. Dan kan je hem nog altijd nog even... Nou, daar houden we u aan. Uh-huh. Ja, graag. Dan zien we hem glimmend. Op 1 december 1930 begint Frits zijn werk voor Philips. Om precies te zijn in de Filite-fabriek op Strijp. Na een jaar is hij al bedrijfsleider. En weer 4 jaar later mag hij zich onderdirecteur van de Philips NV noemen. Je had natuurlijk met erg veel mensen te maken. Ik heb toen een paar industriegroepen ook onder me gehad. Die speciaal de technische producten leverden. En zowel op het gebied van geluidsweergave als ook op het gebied van allerlei apparatuur die gemaakt werd. En dat heb ik met ontzettend veel plezier heb ik dat gedaan. Maar ik heb me dan dikwijls meer bemoeid met de organisatie. En ook de verkoop van die producten, dat die op de goede wijze werd gedaan. En niet vergeten, de geweldig vele contacten met Philips in het buitenland. En jullie doen dat met frezen? Ja. Om de zoveel tijd brengt hij een, zeg maar om het jaar, anderhalf jaar, moeilijk te voorspellen, brengt hij een bliksembezoeker hier. En dan wordt de zaak een beetje gemobiliseerd van, hij komt weer een keer. En dan doen we allemaal ons best om het er netjes uit te laten zien en hem dan zo prettig mogelijk te ontvangen. En wat wil hij allemaal weten? Nou... Dat is moeilijk te zeggen. Meestal rent hij alles voorbij en gaat hij naar de betreffende vakman toe. Waar hij denkt van, hé, dat is interessant, daar moet ik iets over vragen. En dan buiten alle protocollen om duikt hij daar naartoe waar hij denkt van, daar moet ik iets meer van weten. Ja. Het heeft toch iets van een finishchef, hè? Ja. Ja. Ze moeten alle twee... Ja. De omkleedruimte. Ja. Ik
Oh ja? Ja. Dat deze methodische aanpak voor hen wil dat er. Als in 1938 de Tweede Wereldoorlog onontkoombaar lijkt, nemen Frits en zijn vader maatregelen om het Philipsbedrijf te beschermen. Ze verplaatsen de zetel naar Willemstad op Curaçao. Een Engels-Amerikaanse trust moet voorkomen dat eventuele bezetters het bedrijf in handen nemen. Op 9 mei 1940 ontvangt Frans Otte, Anton Philips' rechterhand, het bericht over een op handen zijnde invasie van Duitse troepen. De Philips-directie neemt daarop de wijk via Engeland naar Amerika, zoals is afgesproken. Frits meldt zich als reserveofficier plichtsgetrouw in Den Haag. Maar hij hoeft niet meer in actie te komen. Nederland heeft inmiddels al gecapituleerd. Toen we ervoor stonden om ons in te schepen, hadden we zo de overtuiging. En in zulke gevallen probeer ik echt te volgen wat onze lieve Heer me in mijn hart zegt. En daar kreeg ik zo van de overtuiging, nee, jij moet in Nederland blijven. 20.000 mensen in Eindhoven, die voelen zich anders erg in de steek gelaten, dat iedereen weg is van de hoofddirectie. Dus uw geloof heeft u uiteindelijk doen besluiten om hier te blijven? Laat ik het liever zo zeggen. Mijn geloof heeft mij bevestigd dat het de juiste manier was om hier te blijven. Hebt u daarna ooit twijfels gehad? Nee, geen ogenblik. Als de oorlog dan in alle hevigheid uitbreekt, moet de jonge Frits de Nederlandse Philipsfabrieken laveren langs de Duitse bezetter en de landverraders. Deze bezetter probeert greep te krijgen op het openbare leven. En in Eindhoven betekent dat greep krijgen op Philips. Frits krijgt twee Duitse verwalters boven zich, opzieners, die erop toe moeten zien dat de productie gewoon doorgaat. Een productie die voor grote delen bestemd is voor de Duitse bezetter. Er was ook een verwalter bij die, zoals ik noemde, eigenlijk geen slecht karakter had, maar die had geen karakter. Begrijp je? Dus de ene keer was het zo en de andere keer was het zo. Maar goed, ik praat er maar liever niet te veel over. Ik heb geprobeerd met ze redelijkerwijze een soort samenwerking in stand te houden, begrijp je? Ja, die is leuk, hè? Ja, je hebt allemaal van die stenen ingemetseld. Hebt u die gespaard of zo? Ja, ik heb u gezegd dat we 5 jaar lang hebben gewacht voordat we het huis bouwden in 1934. Dus we hadden ruimschoots de tijd om eens hier en daar eens uit te kijken als je iets leuks vond. Om het dan ook in te metselen later. Ja, maar dus weet u waar deze vandaan komt? Deze zegel? Die is in elk geval uit Nederland. Aha. Het 50-jarig Philipsjubileum op 23 mei 1941 valt door de oorlog in het water. Er is geen receptie en er zijn ook geen geschenken voor het personeel. Toch komen die dag honderden arbeiders naar het hoofdkantoor aan de Emmasingel om meneer Frits op de schouders te nemen. Wanneer je hier bent gebleven als enige van de directie, dan word je ook beschouwd als de vertegenwoordiger van mijn vader ook. Ja. Maar was u behalve de baas van Philips ook niet een beetje de baas van Eindhoven op dat moment? Nou, dat weet ik niet. Kijk, het is natuurlijk zo dat de mensen in zo'n tijd, wanneer er iets te vieren valt, willen ze altijd graag iemand hebben waar ze de boel een beetje op kunnen concentreren. Dat was ik voor Philips. Was ik dat, ja. Maar dat vond u nooit vervelend? Ja, je zegt allemaal vervelend of niet vervelend.
Het was nu eenmaal zo. In de oorlogsjaren komt Philips ook niet toe aan zijn grootste passie, vliegen. Het aantal vlieguren neemt bij Frits pas echt toe als hij in de jaren 60 zijn eigen piloot mag zijn op de vele buitenlandse bezoeken. Inmiddels staan er meer dan 3500 vlieguren op de teller. En daar zitten hele benauwde uurtjes tussen. Nou, dat is gewoon zo dat op een gegeven ogenblik de motor uitscheed. En ik dus uit moest kijken naar een vliegplaatsje waar ik veilig kon landen. En na wat rondkijken heb ik dat gevonden. Een mooi groen veld. En daar ben ik dus keurig even over de sloot aan de grond gekomen. Maar dat was een beetje een tegenvaller. Want in plaats van dat het een grasland was, was het een korenveld met diepe voeren erin. En nou, daar kan een vlieg wielen, die kunnen daar niet erg lang in doorkomen. Dus na een paar meter remde die zo dat hij over de kop ging. Maar ik ben er helemaal goed afgekomen. En het was zelfs zo dat de propeller op het ogenblik dat hij omsloeg, horizontaal stond, dus die was niet eens kapot. Ik had alleen een paar ribben in de bovenvleugel, die waren kapot gegaan. Maar verder was er eigenlijk, en het landen gesteld had natuurlijk een flinke deuk gekregen. Maar verder ben ik er prima afgekomen, moet ik zeggen. 50 jaar werd ook Frits Philips, maar dan als sportvlieger. Hij is daarmee de oudste vlieger van Nederland die nog zelf achter de stuurknuppel kruipt. Hij vloog zelf al zo'n 3000 uur. The camera which takes you on this dramatic dash is in the second Boston. Weaving ahead towards the target is the Boston piloted by the squadron's commander. He'll be first over the target. That's it. That's the Philips works ahead. German anti-aircraft gunners are opening fire. The bombers machine gun back at them. Bostons have gone right over and dropped their bombs. Following the Bostons, Venturas and Mosquitoes come in higher. In this dramatic scene, the film is not damaged, but it gives a wonderful pilot's eye view of the great scene of destruction. Bomb load after bomb load went right down on the pool. Not a shadow of doubt that radio factory got a terrific facelift. All this shattering devastation took place in 4 minutes. Zondagmiddag 6 december 1942. Om 12:45 in de middag bombarderen geallieerde vliegtuigen van de Royal Air Force de fabrieken van Philips. Ruim 150 mensen vinden hierbij de dood. Eenzelfde aantal raakt gewond. Het bombardement duurt niet langer dan een kwartier, maar de schade is enorm. Op complex Strijp zijn alle drie de radiofabrieken verwoest, evenals het hoofdkantoor aan de Emma-singel. De bakkelietfabriek brandt volledig uit. But look at these still photographs, taken by a cameraman in another of the raiding aircraft. 4 minutes of concentrated bombardment did this. And this. But notice that the houses in the foreground are untouched. This long shot with the name of Philips in the front. Vond u het bombardement te rechtvaardigen, achteraf? Wat is er nou voor een woord? Te rechtvaardigen. Je kunt op zijn hoog zeggen. We vonden het naar dat ze gebeurde, maar dat het zou gebeuren op een gegeven ogenblik. Wij hadden gehoopt dat het misschien niet zou zijn, maar dat het dan wel gebeurt is natuurlijk naar. Hebt u ooit Eindhovenaren gehoord die zeiden van waarom is dat nou gebeurd? Ja, natuurlijk. Iedereen die vond het toch rot, maar dan ga je toch niet zeggen moet dat wel of moet dat niet. Nee, het was nu eenmaal zo. Dat zijn geen goede vragen die je stelt. De bombardementen werden uitgevoerd door onze eigen geallieerden. Begrijp je? En dat heeft men begrepen, dat er nou eenmaal in zat. Dat de Engelsen, denkende dat die Philips-fabrieken ontzettend belangrijk waren voor de Duitse oorlogsproductie,
dat die op het lijstje stonden op een gegeven moment om gebombardeerd te worden. En dat heeft men in het algemeen begrepen. Zo is het eigenlijk. In september van 1999 is Frits Philips de eregast bij de herdenking van operatie Market Garden, die in 1944 de bevrijding van Brabant inluidde. Ik heb er alles meegemaakt, dus het is nogal logisch dat vooral ook wanneer die Amerikanen en die Engelsen hier komen, dat je dan ook acte présence bent. Dus dat vind ik allemaal helemaal vanzelfsprekend. Maar als je al die oude mannekes hier ziet paraderen, die zijn toch weer zo enthousiast om hiervoor naar Eindhoven te komen of naar Best. Dat is toch ontzettend leuk. Hè? Als op 29 april 1943 Nederlandse krijgsgevangenen worden weggevoerd naar Duitsland, breken er in heel Nederland stakingen uit. Ook bij Philips. De Duitse SS verricht lukraak enkele arrestaties. Op 3 mei worden op de binnenplaats van de strijpfabriek 7 Eindhovenaren geëxecuteerd. Onder hen 4 Philips-medewerkers. Ter nagedachtenis aan deze daad onthult Philips 5 jaar na de oorlog het monument Carasso. Precies op de plaats waar de 7 Eindhovense burgers de dood vonden. Nog ieder jaar wordt het monument door een schoolklas geadopteerd en verzorgd. Frits Philips zelf wordt in 1943 na de april-meistaking met zijn voltallige directie gevangen genomen en overgebracht naar het seminarie in Haren. Later wordt hij overgebracht naar het kamp in Sint-Michielsgestel. De Duitsers bieden Philips al snel de vrijheid aan, maar dan wel in ruil voor zijn aftreden. Ja, ik wou het hierbij laten, vind je het goed? Oh. Nou, ik had nog wel heel veel vragen. Ja, dat begrijp ik wordt wel. Wordt het te vermoeiend voor u? Of? Ja, ik bedoel, je moet ook eraan denken, op een gegeven moment, ja, nu is het genoeg. Even. Thank you.